Jordi, wat een geweldig doelpunt maakte jij tegen NAC. Ja, dankjewel. Kan je eens beschrijven? Ik kreeg een goede paas van Ricardo de Wit vanuit achteruit. Ja, hij was perfect, goed aangesneden. Dus op snelheid ging ik er overheen. En de keeper kwam eigenlijk een beetje uit. Ik dacht van ja, dan moet hij er overheen. Nou, hij viel precies goed. Dus ja, wat mooi. Ja. Jullie kwamen daarmee op een 1-0 voorsprong. Ja, iedereen was hier verbaasd. Jullie zelf ook? Ja, wij ook. Ja, natuurlijk. Ja, dat verwacht je niet. Als je tegen NAC speelt, dan denk je van vooral tegenhouden en hopen op een uitvalletje natuurlijk op een counter. Ja, toevallig viel hij er meteen in. Ja, dat was mooi. Voor de rest hebben we namelijk niet heel veel kansen gehad eerst zelf. Dus is goed. Maar die 1-0 bleef wel vrij lang op het scorebord staan. Ja. Ja, met de rust was het natuurlijk nog 1-0. Dus we dachten wel eventjes van, weet je, mooi. Dacht jij, ik word hier matchwinnaar. Ja. Ik ga hier iets onmogelijks presteren. Ja, dat was mooi geweest. Maar toen uiteindelijk viel de 1-1, 2-1, 3-1. Viel dus vrij snel achter elkaar. Eigenlijk na 10 minuten of zo al. Ja, dan weet je wel dat het klaar is. Maar het was leuk. Het was een leuk moment. Ja, zeker. De samengestelde selectie van de gemeente Moerdijk. Wat vond je eigenlijk van NAC? Vooral eerst zelf waren ze wel zoekende. Tempo... Je mag het gewoon zeggen hoor, wat je ervan vindt. het tempo was niet heel erg hoog en daardoor konden wij redelijk makkelijk meekantelen en konden we ze eigenlijk een beetje in bedwang houden. De tweede helft zag je gewoon dan, vooral conditioneel, dat wij wat verder terug moeten gaan inzakken en dat zij dan de kwaliteit hebben om te benutten. Ja. Het zijn leuke wedstrijden denk ik hè, voetbal tegen een profclub. Zeker, ja, superleuk, tuurlijk. Ja, dat is heel leuk. En ook het sfeertje hierachter, dat is mooi, dat is lachen. Ja.